Kijkers van Loek TV, welkom bij deze uitzending. Het is weer zover. Kunst en kitsch in Schiedam. Nou, dan weet u het. Van heinde en verre komen mensen kijken. Ja, ze hebben natuurlijk allemaal hun spullen bij zich. Er zijn natuurlijk wel spelregels. Je mag 3 voorwerpen meenemen. En dan gaan men kijken of het wat waard is, of het niks waard is. Ja, en dat blijft natuurlijk altijd spannend. Nou, wij gaan gewoon eens kijken met de mensen die hier vandaag op bezoek zijn. U komt van heinde en ver. U heeft een schilderijtje bij u waarvan u denkt van, dat wil ik wel eens laten taxeren. Ja, ik ben heel benieuwd of dit enige waarde heeft. Ja. Wat is de oorsprong? Ik heb het ooit op een rommelmarkt gekocht. Ja. Ja. En een van onze kleinzonen heet Mees. En ik vond dit zo'n mooi meesje dat ik dacht, dat wil ik graag hebben. Ja. Nou, gebeurt het natuurlijk dat dingen soms heel veel waard zijn. Ja. Is dat iets waar u van tevoren over nadenkt? Dat u denkt, ik laat het achter? Of zegt u van, nee, het blijft gewoon in mijn bezit? Nee, dit heeft dan wel een gevoelswaarde. Ja, ja, dat, net wat ik zeg, daar heb ik het speciaal voor gekocht toen. Ja. Tegenwoordig hebben we het internet. Er staat keurig de naam van de schilder onder. Heeft u al een beetje gegoogeld? Nee, heb ik zelf niet gedaan. Maar er staat achterop wel enige informatie over de schilder. Dus dat is mij bekend. Nou, dan wens ik u veel succes bij het taxeren. Ja, dank u wel. Meneer, goedemiddag. Goedemiddag. Tussen kunst en kitsch in Schiedam. U dacht van, dit is het moment. Ik haal ze tevoorschijn en laat ze taxeren. Ja. Wat is de geschiedenis van deze werkjes? Nou, ik heb deze gekregen uit de erfenis. En dat was van haar vader. Die had ze meegenomen uit Indonesië. Omstreeks het jaar 1964 of zo. Is het voor u een kwestie van taxeren, weten waar het vandaan komt? Of zit er ook een spanningstukje bij van, misschien is het wel belangrijk spul? Ja, ik wil belangrijk, wil ik eerst weten welke schilder het is. En ik weet dat de schilder bestaat, dat hij overleden is. Maar wat zijn werk waard zijn geweest. Mevrouw, goedemiddag. Hij is nog warm. U heeft het nog in uw hand. U heeft het moment net doorgebracht. Het is getaxeerd. Het schilderij. Hè? Nog niet. Nee, nog niet. Hoe werkt het? Vertel wat meneer verteld heeft. Meneer Kessenmaker zegt van ga even langs meneer. Een andere meneer. Omdat hij gepensioneerd is inmiddels en de waarde niet meer precies weet van dit soort steendrukken. Het is een steendruk. Kun je hem zien? Wat heeft u ertoe bewogen om hier naartoe te komen? Eigenlijk is dat de schuld van mijn vader. Dat is een verhaal, vertel. Mijn vader die is zijn zolder aan het opruimen en kwam allerlei dingen tegen, etsen, schilderijen. Dus... En dat wist je niet, dat hij ze had? Nee. Wat was de grootste verrassing eigenlijk aan deze werken? Ja, dat weet ik nog niet, want dit is het eerste wat ik... Nee, het feit dat u dit aantrof, hè? Want waar komt het vandaan? Wat stelt het voor? Weet je al wat meer? Nee, nog niet. Want, nee, ik moet nog even daar... Ik ga nog even daar... Maar wel spannend dan. Ja, leuk. Had u ooit gedacht dat u hier zou rondlopen met een schilderij? Nee. En nu? Is het een kwestie van ik wil meer informatie? Of gloort er ook een stukje hoop dat je denkt van nou, morgen naar de Bahama's? Ja, eerlijk? Tuurlijk. Daar gaan we wel mee voor een reportage natuurlijk. Nee, hartstikke leuk. Nou, ik wens je vanmiddag veel succes. En misschien gaat de dag wel heel vreemd verlopen. Je weet het maar nooit. Het is spannend. Ja, en ook de mensen van het museum hebben natuurlijk vandaag een spannende dag. Nicole, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, dit is even volle bak. Dit is zeker volle bak, ja. Hoe werkt dat? Hoe krijg je kunst en kitsch in Schiedam? Goede contact hebben met de AVRO en een museum zijn wat gewild is. En ze zijn hier al eerder geweest. Ja, wij zijn er toen ook bij geweest. Wat stelt de AVRO voor eisen? Want het is natuurlijk niet zomaar van we komen op een dag en dan doen we even wat. Nou, de draaiboeken worden gewoon met hen doorgesproken. En kijk, de eisen zijn dat je een museum bent en je museum openstelt. En dat er een bepaalde hoeveelheid mensen ontvangen kunnen worden. En dat kan bij ons heel. Nou, zie je die mensen allemaal binnenkomen met spullen. Merk je ook een bepaalde spanning bij mensen? Ja, je ziet wel, vooral als mensen meerdere spullen hebben waarbij ze verschillende experts moeten bezoeken. Dus dan staan ze eerst hier in de rij en dan moeten ze weer terug om naar een andere rij te gaan. En dan zie je soms wel van hè, met spullen inpakken, uitpakken. Nou ja, wat je op tv ook vaak ziet. Nou, moet het natuurlijk uiteindelijk ook een beetje regenen bij het museum. Wat hopen jullie nou aan zo'n dag over te houden?
Nou, het is natuurlijk heel belangrijk voor de naamsbekendheid van het museum. We geven mensen een kortingsbon mee, dat ze terugkomen. Voor veel mensen zal het de eerste kennismaking zijn met het museum. En ja, we hopen natuurlijk dat ze terugkomen. Misschien even een vraag die je niet kan beantwoorden, maar na het laatste bezoek van Kunst en Kiets, kan je dan meten dat je daar toch bezoekers aan overhoudt? Het is wel heel lang geleden. Ja. Ik kijk eventjes naar of je gevoed wordt, maar... Ik durf er geen uitspraak over. Maar ik neem aan dat jullie dat nu wel gaan meten. Het is belangrijk om te zien of die bonnetjes terugkomen. Inderdaad. Heb je overwogen om thuis ook nog even wat van de muur te halen? Nee, heb ik niet overwogen. Nee. Maar er zijn wel collega's die dat wel gedaan hebben. Ja. Heer, goedemiddag. Uit Schiedam? Nee, Rotterdam. Rotterdam, daar hebben ze ook kunst schijnbaar. Hè, voetbalclubs en zo. Even de geschiedenis van dit verhaal. Dat hing al aan de muur of ander verhaal? Dat heeft aan verschillende muren gehangen. Ja. En nu staat het bij ons op de grond. Ja. We hebben geen ruimte meer. Nee. Maar is het voor u een kwestie van, ik wil er wat meer van weten? Of is het toch een klein beetje hoop van, je weet het maar nooit? Nou, ik denk dat dit niet te veel waard is. Maar het is wel oud, uit 1872. Ja. Heeft u zelf al onderzoek gedaan naar de herkomst van dit kunstwerkje? Nee. Het is van Matthijs Maris en verder weet ik niks. Okay. Mevrouw, goedemiddag. Het is geen schilderij. Nee, dat is... Zoveel weet ik van kunst af. Wat heeft u bij u? Ik heb een bijzettafeltje bij me. Mogen we hem zien? Je mag hem zien natuurlijk. Dan gaan we hem onthullen. En we zijn heel benieuwd. Helemaal ingepakt voor het vervoer. Ja, je mocht absoluut niet beschadigen. Nee, dat lijkt me wel. We hebben ons beste tafellaken tevoorschijn gehaald. Nee, ik ben gewassen gisteren nog in de homo. Nou. Dat nog net niet. Nee. Heeft u hem al laten taxeren? Ik heb hem nog niet laten taxeren. Wij zijn net binnen eigenlijk. Dus wij zijn de eerste. Het vogeltje gaat voor het eerst naar buiten. Nou. Het vogeltje gaat voor het eerst naar buiten. Uit... Nou, perfect. Bijzettafeltje, weet u er iets van de herkomst? Nee, helemaal niets van. Nee. Wat zou u zelf denken? Ja, ik denk dat het ergens uit het oosten van de wereld komt, hè, dus Azië. Ja. Maar ja, precies weet ik het niet en daarom ben ik hier. Hè, dat... Is het nou dat u getipt bent dat iemand zegt van joh, laat het eens bekijken of heeft u zelf al die stap ondernomen? Wij zijn gek op dit programma. Ja, dat hebben we al heel lang. Ja. En wij dachten van nou, we willen nu toch wel een keer weten of dat dit wat is. Het is now or never. Now or never. Ja. Lekker in de buurt. Dus, ja. Nou, zie ik altijd mensen heel veel bij zich hebben. U heeft gewoon één voorwerp. Nee, ik heb hier nog een tasje. Je hebt nog een hele tas bij je. Ja. Ja. Gaat het u ook een beetje om de afkomst en de informatie? Of is ook het spanningselement van, is het wat waard aanwezig? Dat is er natuurlijk altijd. Je bent een leugenaar als je zegt dat dat niet meedoet. Maar wij willen eigenlijk vooral weten wat het is. Waar komt dit nou vandaan? En wat is het nut? Anders dan dat wij het een bijzettafeltje vinden. Ja. Overigens, het bijzettafeltje staat nu gewoon dagelijks in de huiskamer of was het al ergens apart gezet? Nee, staat bij ons in de huiskamer. Dus vanavond gaan die twee koppen koffie er weer op? Die gaan er gewoon weer op, uiteraard. Ja. Maar mocht het veel waard zijn, dan nog even een doekje ertussen? Nee, dan doen we een doekje ertussen. Glazen plaatje kan ook nog. Nou, we gaan voor u duimen. Veel succes. Dank u. Mevrouw, goedemiddag. U bent al geweest bij de jury. Wat had u bij u? Een hele oude bijbel. Tenminste, van een katholieke kerk. En wat was het oordeel van de deskundigen? Het was heel erg leuk, maar het was erg beschadigd. En de plaatjes die erin zitten, de bitprintjes, die moeten voor 1900, 1800 zijn. En dan hebben ze wat waarde. Maar dit heeft geen waarde. Is het in uw eigen bezit of komt het uit de familie? Nee, ik heb het van een kennis gehad. En die wilde het op de rommelmarkt gooien. Ik zei, nou, ik wil het wel hebben. Er is altijd een connectie tussen de rommelmarkt en de dingen van grote waarde, geloof ik. Ja, dat denk ik. Mogen we even met u meekijken? Want ik zag u het zo mooi voorzichtig inpakken. Ik denk, nou... Mijn zoon die zegt van, niet wegdoen, maar... Dus we bewaren het gewoon. Laten we het even aan de camera maar zien. Ja, nou. Dit is het. En dat zijn de losse bitprentjes. Allemaal losse bitprentjes, ja. Zie je het? Paus erbij, missiedag, nee het hier. Maar er zitten ook bitprentjes over de oorlog. Dat soldaten naar het front gingen. Maar die kan ik dan nou niet zo, want er zitten er zoveel in. Maar in ieder geval... Maar het blijft uniek. Wat zegt u? Het blijft uniek. Vind ik wel. Ja, ik bedoel, er zijn er zo weinig die dit nog allemaal hebben. Ja. Dan vraag ik u even een gewetensvraag, dat doe ik aan iedereen. Stel dat het nou heel veel waard was geweest. Wat had u overwogen? Nou, nog niks. Zelf houden? Dan had ik het aan mijn zoon gegeven. Nou ja, het wordt toch wel van mijn zoon.
Nou ja, in ieder geval een hartstikke leuke ervaring. Ik wens u nog een prettige dag in Schiedam. Dank u wel. Mevrouw, goedemiddag. Een mooi houtsnijwerkje. Ja. Heeft u het al laten taxeren? Nee, nog niet. Ik zie de spanning of de kleuren. Nee hoor, ik sta hier al denk ik nu te wachten op mijn man die denkt dat hij... Even een stukje geschiedenis. Gewoon uit de huiskamer geplukt? Ja, boven de eettafel hangt hij. Ja. En waarom dan toch hier naartoe gekomen? Heeft iemand u gezegd van, joh, je weet maar nooit? Nee, wij dachten zelf, je weet maar nooit. Ja. We hebben hem in de kringloop gekocht voor €5. Dus we dachten, nou, laat eens eventjes bekijken. Wat denkt u zelf dat dit voorstelt en waar het vandaan komt? Heeft u er enig idee van? Wij dachten misschien uit een kerk of zo. Ja. We hopen dat het wel eerlijk uit de kerk meegenomen is. Ja, dat weet je maar nooit. Nou, u gaat dadelijk laten taxeren. Ja, als u het zelf zou moeten taxeren. Ik heb geen idee. Gaat het niet om, het gaat gewoon om het element van wat kom je ervan te weten. Dat is voor u het belangrijkste? Ja, ik denk zelf dat het een onderdeel van iets is. Ja. Dus dat overigens is het zo, je mag maximaal 3 dingen meenemen. Hebben u verder nog even door het huis lopen kijken van wat is nog meer interessant? Nou, mijn man staat daar in de dingen voor een schilderij. Ja. Ja. Ja, nou, hartstikke leuk. Ja. Misschien wordt het wel een hele leuke dag. Ja, wie weet. Succes. Ja, dank u wel. Mevrouw, goedemiddag. Goedemiddag. U bent op pad gekomen naar Schiedam met een werkje. Vanuit de muur gehaald? Nou, niet vanuit de muur, maar eigenlijk hij komt bij het Grofvel vandaan. Hij is officieel niet van mij, hij is van mijn oom. Maar hij houdt niet zo van dit soort dingen. Ik zou je zeggen, ik sta versteld. De rommelmarkt, het Grofvel, het komt overal vandaan. Ja, ik denk ook wel dat de beste plekken zijn uiteindelijk. Want dat zijn toch de speciaalste vondsten, vindt u ook niet? Ja, wat is de reden met name waarom je met dat werkje hierheen komt? Nou, omdat we toch heel nieuwsgierig zijn wat de herkomst is van het schilderij. En wat is het verhaal? Ja, wat denk je zelf? Nou, er staat hier een soort naam achterin, een soort van ingeschreven. En er staat Breitner. En dat is op zich een interessante schilder. Ja. Dus we zijn benieuwd of dat echt zo is. Of het is een impressionist of een expressionist, geloof ik? Volgens mij impressionist. Ja, ik roep ook maar wat. Ik heb er geen verstand. Maar volgens mij, die naam komen we bekend. Het is ook een voetballer, maar dat is wat anders. Hey, maar hartstikke leuk. Maak er een leuke dag van. Komt u uit Schiedam? Nee, uit Delft. Ja, maar dat is een goede stad. En dan ben je altijd welkom, hè? Oké. Hey, succes vandaag. Dank je wel. Ja, we moeten natuurlijk ook met iemand praten die natuurlijk de kenner is. Dat is meneer Van Dam onder andere. Meneer Van Dam, goedemiddag. Goedemiddag. Welkom in Schiedam met dit programma. Nou, u zit vlak bij de uitgang en de ingang. Bent u af en toe ook niet verbaasd als u ziet wat mensen allemaal meenemen? Ja, zeer zeker. Ja. Ja, want er komen nog steeds plaatjes van de nachtwacht van Rembrandt binnen. Ja. En dan denken ze nog steeds dat ze een schilderij bij zich hebben. En dan hebben ze gewoon een aanzichtkaartje wat ingelijst is. Wat is uw specialiteit? Ik ben restaurator van schilderijen, 17e eeuw tot 20e eeuw. En ik doe hier de voorselectie voor schilderijen en geef de restauratieadvies. Ja. Zijn mensen nou vaak teleurgesteld als u oprecht zegt van laat het lekker aan de muur hangen, maar doe er vooral niks meer mee? Nee, eigenlijk niet. Nee, ze zijn meer blij dan dat ze... Een soort opluchting. Ja. Nou willen mensen natuurlijk altijd weten het spannende moment. Hoe vaak komt dat nou per opnamedag voor dat er toch wel even een soort spannend moment is? Ja, dat is eigenlijk aan de andere experts. Ik shift eigenlijk gewoon een beetje de rommel en de wat betere dingen. Je bent de voorfilter. Ja. Maar het lijkt me geweldig werk, leuk om te doen. Het is heel leuk om te doen, ja. Nou, er zullen ongetwijfeld weer meer mensen komen. Veel plezier vanmiddag in Schiedam. Ja, dank u wel. Ja, lieve mensen, dan gaan we natuurlijk praten met Nelleke van der Krocht, de presentatrice. Ik ga gewoon Nelleke zeggen. Goedemiddag Nelleke, welkom in Schiedam. Ja, dit is niet de eerste keer, we zijn er al eerder geweest. En dat is een heel leuk museum, ik kom er graag, moet ik je zeggen. Je komt tussendoor wel eens naar Schiedam? Ja, ik ben hier geweest naar de tentoonstelling van Alex van Warmerdam. Dat was indrukwekkend, dat was echt heel mooi. Een aantal jaren geleden hebben we ook gezellig met elkaar zitten praten. En toen hadden we het er ook over van, wat is nou de kracht van dit programma? Ja, ik blijf die vraag maar herhalen, want na zoveel jaar draait het nog steeds. Wat is volgens u de kracht? En ik heb weer geleerd om dan te zeggen, wat vindt u de kracht van het programma? Ja, nou, ik denk de gezellige mensen en de entourage eromheen. Ja, nou, dat klopt al. Kijk, de kracht van het programma is altijd een samenstelling van componenten. En die deugen wat tussen kunst en kiets betreft. Hè. Dat is interessant, het is mooi, er valt wat te lachen over kietje dingen. Mensen ontmoeten elkaar. En dat alles bij elkaar maakt het natuurlijk, tenminste dat denk ik hoor. Ik lig er niet zo heel erg lang over wakker. Maar ik denk in die ene minuut dat ik wakker lig, dat ik het zo kan formuleren. Ja. Nou is het natuurlijk ook een beetje afhankelijk van het tijdsbeeld. Hè. We hebben de laatste jaren in Nederland toch een beetje een crisis achter de rug. Kan je wel voorzichtig zeggen. Merk je dat nou ook aan de dingen die mensen komen brengen? Zijn ze er meer gebrand op om te hopen dat het wat waard is? Nee,
Dat vind ik altijd weer, de kracht van de mensen in crisis is ook fenomenaal altijd. Dat is, weten we vanuit de geschiedenis, maar ook nu weer. Mensen die met hun spullen komen zijn in eerste instantie echt geïnteresseerd in de geschiedenis. Wat het is of hoe lang het in de familie is. En niet echt zo happig om het meteen te verkopen. Je hoort eigenlijk zelden, ik heb het misschien maar 1 of 2 keer gehoord, van ja, dat ga ik verpatsen. Nee, dat geld is een belangrijk onderdeel van ons programma. En dat vinden we ook allemaal leuk, van wat zou het waard zijn enzovoort. Maar toch speelt dat niet zo'n, voor de mens individueel, niet zo'n enorme rol. Wat ik enorm in u bewonder, in jou bewonder Nelleke, is het feit dat televisie is steeds vluchtiger geworden. De ene presentator is nog niet geweest of de volgende talent staat weer klaar. Maar hoe hou je jezelf overeind in die wereld? Met Unox-worst. Ja, ook, onder andere, maar wel mager neem ik aan. Ben jij gek, daar hou je het niet mee uit met magere Unox-worst. Nee hoor, wat is de vraag hè? Ja, de vraag is, er komt steeds meer, iedereen wil een showtje doen, iedereen wil een programma doen. Maar jij ziet mensen komen en gaan en je blijft rustig doorgaan. Wat is de kracht daarvan? Niet, ik mag blijven van mijn baas, dus daar heb je zelf niks over te zeggen. En het is goed dat mensen allerlei programma's opnieuw opstarten, want zo moet je het doen. En dat is dan voor iedereen wat wils. Ja. Eventjes zo'n opname. Hoeveel maak je er nou van eigenlijk per maand of per jaar? Hoe werkt dat? We doen zo'n 7 opnamedagen in het voorjaar en 7 opnamedagen in het najaar. En dan maken we dus niet 14, maar iets van 18 uitzendingen van. Ja. Vaak zit je dan uiteindelijk, dit is het moment, hè, wanneer mensen hier belanden. Wat is jouw truc en wat is jouw manier om mensen relaxed te houden aan zo'n tafel? Want ik denk als je eenmaal hier zit, dat de spanning wel toeneemt. Voor die mensen? Of voor ja, de... ja, voor die mensen. Ja, want dat is natuurlijk wel, ze komen gewoon hier naartoe. Ze hebben een kaartje met spulletjes. En dan voordat ze het weten zitten ze in zo'n 4-camera-setting met al die lampen. Dat is wat hoor, voor die mensen. Dat is echt wel shocking, zal ik maar zeggen. En dat doen ze. Er is hier op de vloer ook met de cameramensen en zo. Zo gewoon een hele gezellige sfeer. Want ja, er is... Het is niet spannend, het is geen spel, het is geen politiek. Je hoeft niet bang te zijn dat je afgekat wordt. Dus de hele sfeer is ontspannen en dat voelen mensen al heel gauw. Dus ze zijn gauw op hun gemak. En ik zeg ook altijd, joh, het is slechts televisie. En we monteren het ook al zou u even niet meer uit uw woorden kunnen. En wat mij vaak overkomt, zoals je kunt begrijpen. Dan wordt dat zo geknipt alsof ik aan 1 stuk door babbel. Ja. Nou, in ieder geval... Dat is wel duidelijk. Hoe heet het? Je bent een beetje klaar nu met de opname. Ben je dan nog iemand die dan zegt, ik ga nog eventjes, stel dat het dadelijk afgelopen is, ga je dan nog even onder de mensen? Of is het dan met gierende banden naar huis? Nee hoor, ik ga tussendoor. Die mensen die komen, die hebben een kaartje gekocht voor een leuke dag. En die vinden het ook leuk om je te ontmoeten. En ik vind het leuk om die mensen te ontmoeten, want ik zie ook helemaal niemand natuurlijk. En bij de tafeltjes van de experts. Dus ik maak altijd wel even gezellig een paar keer een rondje, ja. Nou, Nelleke, in ieder geval hartstikke bedankt. Ja, wellicht over, ik weet niet hoeveel jaar dat we elkaar voor de 3de keer treffen. Dan zou je zeggen, nou, dan hoop ik toch andere dingen misschien te doen. Maar je weet het maar nooit. Oh, ik zou tegen u zeggen, neemt u maar enig afscheid van me, hoor. Ja, dat zullen we dan buiten de camera's doen, want die mevrouw wordt daar erg nerveus van, merk ik nu. Hartstikke bedankt voor het gesprek. En veel succes nog. Tot ziens.